Ja! Dames en heren, we hebben 1000 appjes van Thijs gekregen met kom op tijd, 11 uur op het station. Thijs, lul, we te laat. We hebben trein gemist door jou. Kijk, jongens, we kijken positief. Nu hebben we tijd om bier te halen. Net zo de krat bier van kanaal als die prijs. Ja. 19 euro. Voor 4 biertjes. Hé, hey, gaat hij het halen of gaat hij niet halen? Ik hoop het eigenlijk niet. Stel, Willem! Lekker man! En Willem, nu een atje. What the fuck? Wat gebeurt hier? Amsterdam! Nu is poep op de stoep! En haat in de straat! Je bent op je hoede! We gaan nu door naar het Pieter Baan Centrum van Willem. We zijn er, Antwerpen. Je wordt een orus, maar mag gaan is kolen, maar homies. We hebben hier, we hebben een homeless. Zag al even biscuits, maar we willen focus. Ben je aan het doen, joh? Ik word ook weer. Nou, ik ga het doen, Willy. Hij is een acrobat. It's the same. They are meant for each other. Hij zegt, je was weg. Ik was weg voor 10 seconden en je hebt mijn fiets al gepakt. Het is Amsterdam. Hier laat je je fiets niet staan. We gaan vandaag groene brieven spenden, jongen. Ik wil ruggen zien en daarom neuk ik doggy style. Sowieso doggy style. Je weet sowieso. We willen alleen maar ruggen zien, toch? Net als boef. Hoe oud ben ik moet ik normaal worden? 38. Hij is voor maag. Jij? Ook 38. Ja, ook normaal. Gisteren. 40 milligram TCB. Volg het advies van de jeugd. Heb je wiet van de lift? Nee. Lift jij even wat wiet? Hé, hey, we hadden een muts halen hier. Ik wil een wietmuts. Dan kunnen we die liften. Die plant kan je ook eten. Toch eens kijken hoe dat smaakt. Bitter. Ondertussen gaat Roy pekjes fixen. Swipen, ja zeker. Hoe dik. Loop gewoon naar mij toe en laat ze swipen. Zouden jullie naar links of naar rechts swipen? Geen idee. Mission failed. Oké, we gaan even naar de zaadbank toe hoor. Where can I leave my sperm? You're the seed bank, right? That was cool, hè? We have 2 liters. 2 liters of seed, yes. Aftrekken. Toch, ja, ik kon niet hoor. Dus, all day. Bam, 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 bam. Respect, bro. Oké, okay, yeah, have a nice day. Bam, 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 bam. Yo! Yo! Willem, we gaan niet bij elke winkel. Oké, schreeuw maar even bij elke winkel. Yo! Handje voor de sfeer? Ja, dat moet je doen, Nick. Hey, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Die duiven hier, die hebben schijt, man. Deze duiven zijn van de street. Weet je wat ik zoek? Een massage. Maar aan het einde van de massage wil ik even een... Doe veel massage hier op dan. Nee. Hier, eet mijn hand, broer. Eet uit die hand. We gaan met ons weer naar huis. Hij zit op mijn hoofd. Hoe. Wat gebeurt hier nou allemaal? Moet ik beginnen? Oh, doe wat lekker steken. Ga maar. Ik doe de ding. Ik heb zoveel saus genomen als ik wou. Ik heb zoveel saus genomen als ik wou. Run. Always promoting. Jeroen, pas op met dat vuur! Jeroen, doe hem af! Er zijn 5-6 mensen doodgegaan en zo, heel veel gewonden. Ja. Goed verhaal! Ik heb 5 vrachtwagens klaarstaan om weg te geven aan goede doelen. Het goede doel is, help Nick aan een nieuwe pet en muts. Oké, we gaan stunt in de bijen, let's go man! Roy, hoeveel uur heb je geslapen vannacht? Godverdomme, 3 uur. Om 4:30 thuis man, ik werd gewoon weer rustig 8 uur weer wakker. Zullen we een dikke junk roken voor de vlog? Wat is dat? Dan kunnen we zo'n geldje bij. Dat is wel heel goed. Vraag een potje bier. Zit er wel alcohol in? Huh? Zit er alcohol? Nee. Kan ik niet dronken worden als ik eruit drink? Hij werkt, hè? Oh. Oké, mensen, we gaan nu even scooters halen. Want met dit groepje duurt lopen gewoon heel lang. We zijn net van de Dam af en we lopen hier al 3 uur. Wow.
terecht. Hier wat? Zijn er dan? Tijd deze spray om. Bij Thijs lijkt het ook weer net alsof je ze gewoon op hun bek wil rammen. Gaan we weer. We gaan nu met z'n groepen naar Museumplein. Wat doe je als er een woud komt dan? Want we rijden en zon en met z'n drieën. Later. Politie, remmen, remmen. Stap achterop. Opzij. En drie. We hebben één ster. Je moet naar rechts. Je rijdt over de stoep. Je rijdt over de stoep. Dat is gevaarlijk, jongen. Naar links. We rijden naar buiten. Hey Willem, waar gaan we naartoe? Ik ben mijn telefoon kwijt. Je maakt een cap, toch? Geprankt! Oh. Maar weet je wat is? Het verbaast me niks. Dat is het stomme. Voor alle mensen die altijd alles kwijtraken en zichzelf ook afvragen hoe, ik leef met jullie mee. Het is een soort vloek, denk ik. Mick heeft dit ongeveer zo'n 10 keer per dag. 2 weken geleden heb ik Mick zijn rijbewijs en zijn pinpas teruggebracht. Ik had het niet eens erg in dat ik hem kwijt was. Dus even dat ik was aangehouden of zo. Ah joh, weet je wat? Fuck de scooter. Fuck de ops. Waar kan ik betalen? Die heb ik hier met 3 mensen. De meeste mensen? Ja. Hé, hé. Godverdomme zeg. Wat een herrie. Dat is geld. Ja. Dat is gewoon macht, geld. Als je niks doet heb je van je leven, ga je dat doen. Interessant, heel interessant. Jongens, wij steunen deze mensen. Al die maatregelen en shit, het slaat helemaal nergens meer op. Het gaat nergens meer open. Ik zou hier nooit gaan staan op een zondagmiddag. Ik heb wel wat beters te doen, maar ik steun ze wel. Mick, zoals wat heb jij beter te doen? Ja, dit filmen. Weet je wat ik zoek? Ik zoek een miljoen. Wat denk je dat ik zoek? Een miljoen, man! Hij geeft geen fok. Beschrijf even deze dag. Wat hebben we nou echt gedaan? Eigenlijk niet zo heel veel nuttig. Ze hebben eigenlijk alleen maar lopen kutten. Een sixpack of hebben we daar weer te weinig aan? We zijn met 2, 4. Bingo! Ja, we hebben het dus weer niet meegekregen omdat lang leven Willem ze minderjarig zijn. Willem is nog baby, maar krijgt geen bier meer. Niet wijs is eerlijk weg. Ho, go, go, pokie. Die staat gewoon volledig op film. Hij stond het op film. Ja. We gaan even een vermomming tegemoet voor de bier, want we krijgen niet mee. Nu ga ik me omkleden, ik ga die trui aan doen die ik net heb gehaald. Ja, zo ben je echt totaal iemand anders. Mijn naam is Jeroen. Jeroen, pas op met dat vuur. Nou, tot zo. Later. Je ziet het, mij lukt alles. Alles. Wel helemaal dit keer, hè? Magal. Ik zie dat alweer, dan zo'n gozer trekt aan een mes uit zijn buik of zo. Yeah. En dan zit ik altijd in mijn lusse ribben zitten. Daar zit ik niet op te wachten. Niet? Nee. Maar ik dacht, ik ga alleen met die man dansen. Lekker dansen. Denk je dat we scheiden? Ja, ik weet het zeker. Ik wil hem naast het ding. Hij zal altijd beter met de tram kunnen gaan. Waar gaat hij heen? Nee, Willem. Nee. Willem, niet doen. Ik denk je scherts ook. Maar gewoon alles kan. Kom, gewoon weer lopen van de vier. Ik wil echt weten wat eruit Willem. Goeie zank houden. Hey, nice ass. Hoi joh, Thijs is dan te hoog. Oké, misschien moeten we even aan de andere kant gaan staan. Het is stil hier aan de overkant. Kijk, iedereen die kijkt ook, hè? Iedereen is allemaal... Kijk hoe langzaam Willem loopt. Hij doet die stealth mission, toch? Thijs die rent gewoon weg. Ah, opa. Maar dat is Madame Tussaud, toch? Moet je kijken, waar we net boven stonden. Dat is Madame Tussaud. Jongens, we doen het nooit zo, maar I'm in it. Oké, okay, let's go. Door de spektakel, dames en heren. Amen. 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 Ja, ready? Hoppa. Number one. Shit, oh. Don't try this shit at home. Deze man verdient echt een Nobelprijs.
Willem wordt al afgeperst door deze man. We gaan nu naar de pinautomaat toe. Om 20 euro te pinnen. Weet je waar die automaat gaat zitten? Nou? Je kunt vanaf 50 pinnen. Later. Is dat echt minimaal 50 euro? Ik kan ook pinnen of niet? Maar als het daar 50 euro op is, ben je de lul. Voel je enigszins gedwongen? Ik voel me hartstikke gedwongen. God. Ik vroeg gewoon even wie wil doen. Hij is zo tot me doorgedrongen dat ik gewoon denk dat ik het geld moet geven. Ik word een beetje afgeperst namelijk door een man. Ik moet geld pinnen om af te komen. 20 of 10, we doen kop of munt. Hey Siri, kop of munt. Munt. Dat is betalen. Hey Gis. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Hey jongens, nee, ik praat zo grappig. Dankjewel. Jullie allemaal, what goes around? In mijn hometown. We gaan naar huis. We hebben het wel weer gezien. We zijn veel mensen tegengekomen. What the fuck? We hebben echt veel. Ja. Geen angst. De ultimate baktrek. Hij is om 4 kilo, hij wil echt 8 graden of zo. Zo, brain freeze. Heel veel brand in mijn hoofd. Mijn hoofd is warm, ik ga opblazen. Ja, ik weet het. Volgende week komt er weer een nieuwe vlog op zondag. Nee, later, Edgy. Kijk, hou van Joden! Dit is een reisje op je hoofd! Kijk, hier is een reisje op zo!